je hebt goed kunnen shoppen. Ik wel. Van slippers naar broekjes. Eigenlijk alles wel. Deze bikini had ik al, maar die ben ik kwijtgeraakt. Het is dus een broekje, maar het is een zilver glitterbroekje. Next up, nog een bikini. Deze broek wil ik al zo lang. Bijvoorbeeld zo'n make-up tasje kun je heel makkelijk kopen, eigenlijk wel overal, maar dan betaal je er gelijk 12 euro voor en deze was 1,50 euro. Dus ze zetten volop ook in op de zoekmachines, dus je kunt er bijna niet meer omheen. En op het moment dat je ook de app hebt gedownload, dan kun je hele leuke spelletjes spelen, dan krijg je nog meer korting. Je kunt, als je al jouw vrienden aandraagt, dan krijg je nog meer korting. Dus we worden echt verleid om nog meer te kopen. Wat ik ook heb gemerkt is, als je dan bijvoorbeeld hebt gezocht op wit topje, dan de volgende keer als ik die app open, dan is het beginfeed helemaal alleen maar witte topjes. Wel zien is dat de productveiligheid en kwaliteit echt wel ondermaats is. Niet in alle gevallen, maar we zien nu te veel onderzoeken dat het niet te vergelijken is met wat we hier in Europa willen en ook gewend zijn. Dus wij willen veel meer in gaan zetten op kwaliteit en vinden ook dat spelers dat moeten doen van buiten Europa. En dan is de consument ook veel meer geholpen, want dan begrijp je ook dat je echt waar krijgt voor je geld. En denk je dan ook over na? Bijvoorbeeld over de duurzaamheid. Van hoe goed is het nou om zoveel kleding te kopen? Denk ik inderdaad wel over na. Maar het is toch, als je dan op vakantie gaat en je denkt, oh, ik wil toch wel een nieuwe bikini, dan is die nieuwe bikini op dat moment toch wel wat belangrijker.